Na 4 jaar mocht Nederland vandaag eindelijk weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel mensen gaven aan pas op het laatste moment te beslissen op wie zij gingen stemmen. Anderen hadden hun keuze al gemaakt en kleurden voortvarend het vakje van hun keuze rood. Het ziet er naar uit dat de opkomst hoger is dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Rond het middaguur lag dit in Fryslân gemiddeld rond de 20%. In 2012 kwam ruim 75% van de stemgerechtigde Friezen opdagen. Dat was toen meer dan het landelijke gemiddelde. Er staan dit keer meerdere Friese kandidaten op de kieslijst en voor één van hen komt de plaats in de Tweede Kamer wel heel dichtbij. Wethouder Harry van der Molen van Leeuwarden bijvoorbeeld staat op plaats 8 van het CDA. Hij bracht vandaag zijn stem uit aan de rand van de gemeente Leeuwarden in het zaalcentrum in Grou. Spannende dag denk ik vandaag, want de Tweede Kamerplaats is aanstaande denk ik. Ja, dit is heel spannend. Er zijn heel veel partijen die de grootste kunnen worden en het maakt echt verschil wie het uiteindelijk wordt. Dus ik ben heel benieuwd met hoeveel CDA's we straks in de Kamer terechtkomen. Hebben we vandaag nog campagne gevoerd? Ja, dat hoort erbij. Heel veel gaat via de sociale media, dus dat is heel druk. Maar we zorgen er wel voor dat mensen ons ook kunnen zien. Hier niet bij het stembureau, daar zijn we gaan stemmen. Maar ja, we vechten voor de laatste stem. Ook voor u een spannende dag, denk ik. Zeker een hele spannende dag. Het CDA zit de afgelopen tijd echt in de lift. Dus we zouden zomaar de grootste partij kunnen worden. En als we dan naar meedoen in het kabinet, ja, dan weet je nooit hoe het er voor mij uit komt te zien. En als ik 16.000 voorkeurstemmen heb, dan kan ik er ook heen. Dus daar hebben we ook de campagne op ingezet, dus het zou zomaar kunnen. Dan heb ik er wel 16.000 nodig, dus dan moet Friesland het ook echt belangrijk vinden dat we nog een Friese vertegenwoordiger krijgen. Maar goed, dat is vandaag aan de kiezer. En ik zie dat bij het CDA is het echt een groepsaangelegenheid, hè, te stemmen. We zijn een team, dat willen we ook uitstralen. De sfeer is heel erg goed. We willen ook laten zien, het CDA is een groep met jonge mensen. Man, vrouw, dus het is echt een volkspartij. En Sander en Sietske hebben ons fantastisch geholpen in de campagne. Dus stemmen met elkaar, dat past helemaal. Volgens Hanemaaijer zijn de Friezen op dit moment flink ondervertegenwoordigd in Den Haag. Ja, ik denk het wel. Op zich, of na de verkiezingen zoals het er nu voor staat, komen er maar 2 Friezen in de Kamer. Nou, dat is voor zo'n mooie grote provincie toch echt te weinig. We zien dat onder de rivieren dat de provincies het daar beter doen. Die hebben veel meer regionale kandidaten in de Kamer. En als je echt ook kijkt naar de belangen die hier behartigd moeten worden, dan is hoe meer Friezen in de Tweede Kamer, hoe beter. Nou, straks waarschijnlijk dus in de Tweede Kamer. Wat gaat Harry van der Molen voor Friesland betekenen? Nou, ik wil in ieder geval zorgen dat heel veel mensen uit Friesland naar Den Haag komen. Maar ik wil hier vooral zelf veel op pad zijn. Want ik geloof niet dat je een goede vertegenwoordiger kunt zijn als je alleen maar in Den Haag zit. Hanemaaijer vindt dat Fryslân zeer gebaat is bij meerdere vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Ja, precies. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is ook echt een van de speerpunten, de Friese belangen daar vertegenwoordigen. En je ziet toch dat Friesland vaak als laatste komt. Hè? We staan vaak aan het einde. En we laten de Randstad wel beslissen over Friesland. Nou, en ik denk dat dat niet goed is voor ons. Mocht Hanemaaijer na vandaag toch niet in de Tweede Kamer terechtkomen, dan blijft ze gewoon fractievoorzitter in Dongen der Riddel. Ik ben nu fractievoorzitter en je weet nooit hoe het allemaal komt. Na vandaag zullen we het zien. Maar mocht ik niet naar de Kamer gaan, dan ben ik gewoon fractievoorzitter. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat ik eerst naar Den Haag ga. We moeten nog even een hele lange dag wachten op de uitslagen. Waar ga je het afwachten, thuis of toch even naar Den Haag? Ik ga naar Den Haag, daar is de uitslagenavond van het CDA. Heel spannend, maar ook heel leuk om al die kandidaten uit de rest van het land te zien. Ja, en het zal wel even duren, want heel veel mensen gaan stemmen. Het moet met de hand worden geteld. Dus ik verwacht niet voor 12 uur vanavond dat we weten waar we op uitkomen. Afwachten dus? Ja, zeker. En heel spannend.